Ja mensen, 28 december is het inmiddels. En dat betekent dat we gewoon morgen al het vuurwerk in huis mogen hebben. En dat is natuurlijk fucking gruwelijk. De dagen komen er weer aan en de 31ste dat we gaan afsteken. En ik dacht, weet je wat, er zijn zoveel vragen die wij kregen van: hebben jullie tips voor ons, tips dit, tips dat? Dat ik dacht van, hé, weet je wat, ik ga hier gewoon een video over maken. Want wij hebben natuurlijk al een aantal jaar video's gemaakt, volgens mij vanaf 2009. Dus dit jaar wordt volgens mij al onze 7e compilatie of zo die online komt te staan. Dus ja, we hebben best wel wat meegemaakt al in die aantal jaren. En wat we precies wel deden en niet deden wat verkeerd was en wat dan ook. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een video voor jullie maken met een aantal tips vanuit ons. Ja, ik heb even rondgevraagd bij mensen van PTD van, hey, hebben jullie nog tips of zo wat wij toen hadden gedaan die ik over het hoofd heb gezien. En zodoende ben ik aan de goede tips gekomen. Dat zijn er inmiddels 10 geworden. Laten we maar beginnen. Tip nummer 1, dat is: stook verstandig. Ga normaal met vuurwerk om. Iedereen weet natuurlijk wel dat vuurwerk niet gevaarlijk is, mits je gewoon doet waar het voor gemaakt is. Dus gewoon afsteken en gewoon afstand bewaren. En gewoon natuurlijk niet dingen die al zijn afgegaan nog een keer proberen op te pakken. Ik weet dat het heel erg verleidelijk is om dat te doen, maar alsjeblieft doe dat niet. Want ik wil sowieso nooit een bericht krijgen na oud en nieuw van: hey, ik kijk je video's al zo lang, kutzooi, vinger mis ik nu en shit. Dat zou echt vreselijk zijn. Dus alsjeblieft ga normaal met vuurwerk om. Ja, dan moet het wel goed komen. En sowieso ook natuurlijk op 1 januari zal je natuurlijk heel veel vuurwerk op straat kunnen zien liggen. Maar steek dat ook niet aan mensen, want het kan zomaar gelijk afgaan omdat het bijvoorbeeld snel rond is van een mat af of iets. En alsjeblieft, doe dat niet. Tip nummer 2, dat is: blijf niet op dezelfde plek staan stoken. Want je weet natuurlijk wel dat als je bijvoorbeeld op dezelfde plek gaat stoken, kijk, dan ga je gewoon de problemen op je hals halen. Misschien wil je dat wel, maar ik raad het niet aan. Ik raad het zwaar af, omdat, ja, ik bedoel van, op oudjaarsdag mogen we nou eenmaal niet legaal afsteken. Categorie 1 natuurlijk wel, maar dat is natuurlijk, dat kan je natuurlijk op dezelfde plek blijven doen, geen probleem. Maar mochten jullie gewoon wel gewoon vuurwerk afsteken, dus zoals rotjes en zo, ga dan niet op dezelfde plek blijven staan. Want je gaat de problemen op je hals afhalen en je weet nooit wat de politie, als de politie komt, dat je problemen krijgt, dat je misschien vast zit met oud en nieuw of de dag erna aan het vegen bent. En dat is ook niet leuk. Dus mocht je dat doen, zoek dan wat plekken op die niet in de woonwijken zijn. En niet bij, sowieso ook niet bij openbare plekken zoals bejaardentehuizen, weet ik veel, paardenmaneges of zo. Doe dat sowieso niet. Tip nummer 3. Daar had ik het net al eventjes over. Ga niet afsteken wanneer er dieren in de buurt zijn. Dus ik bedoel van, top bijvoorbeeld even wanneer de mensen met honden langskomen. Ik weet, de mensen die honden hebben en zo zijn meestal de grootste zeurpieten. Maar alsjeblieft, doe dat niet. Ik bedoel, die honden die zijn wel degelijk bang als er bijvoorbeeld van een paar meter afstand een stuk vuurwerk ontploft. Dus ja, stop gewoon even wanneer er honden langskomen. Dat hebben wij altijd gedaan, mensen. Ja, natuurlijk zijn er mensen die gaan zeuren terwijl de honden binnen zijn. Kijk, dat is een heel ander verhaal. Die mensen kunnen bijvoorbeeld, ja, daar ga ik weer verder over het klagen natuurlijk. Maar goed, mensen kunnen bijvoorbeeld gewoon een tv'tje of een radiootje aanzetten. En ja, dan hoort die hond dat niet eens, joh. Maar goed, als er honden langskomen die bijvoorbeeld mensen die hun hond aan het uitlaten zijn, stop dan gewoon eventjes, toon even respect van: hallo mevrouw, we stoppen wel eventjes. 9 van de 10 keer krijg je dan ook gewoon respect terug. Er kan natuurlijk ook een kans in zitten dat mensen blijven staan en zeggen: ja, wat zijn jullie aan het doen, bla bla bla, maar goed. Tip nummer 4. Dat is: ga altijd op pad met een goed gevulde aansteker. En natuurlijk een aansteeklont, mits je die gebruikt natuurlijk. Maar een goed gevulde aansteker is sowieso iets wat heel veel mensen vergeten altijd. Omdat jij, ja, probeert je tas van tevoren in te pakken met vuurwerk. En ja, dan vergeet je gewoon een aansteker of zo. Of een goed gevulde of eentje die het lang doet. Dus sowieso onze tip: ga gewoon met een goed gevulde aansteker op pad. En misschien wel het beste is een aansteeklont. Want die waait ook niet uit. Ja, dan kom je niet op een plek en dan, sorry, mijn aansteker doet het niet. Hebben wij trouwens heel vaak gehad hoor. Maar goed, ik geef hem toch even mee. Tip nummer 5, en dat is volgens ons een van de belangrijkste die er is: pleeg geen vandalisme. Alsjeblieft mensen, als je vuurwerk afsteekt, ga geen dingen opblazen zoals een prullenbak of een verkeersbord. Doe dat gewoon niet. Je helpt alleen maar de vuurwerktraditie daarmee om zeep. En kijk, ik weet ook wel, er zijn heel veel mensen die zeuren van: ja, jij verpest het vuurwerk voor ons, want ja, jij steekt illegaal af. Dat is bullshit. Maar bijvoorbeeld, ga geen dingen kapot maken met vuurwerk, want dan... Ten eerste, dat is voor mij gewoon een misdrijf. Je gaat echt grote problemen krijgen als je gepakt wordt. En sowieso is het gewoon sowieso weer een punt waarbij mensen zeggen: ja, dit zijn de cijfers van oud en nieuw. Zoveel dingen zijn er kapot gegaan. Er moet een vuurwerkverbod komen. Dus doe dat gewoon niet. Zorg gewoon dat vuurwerk wordt afgestoken waar het voor bedoeld is. Tip nummer 6.
En dat is sowieso een tip die ik eigenlijk net ook al heb gegeven aan jullie. En dat is stook niet op openbare plekken. Ga bijvoorbeeld niet bij openbare wegen, in een stad of zo, midden in een centrum of bij bejaardentehuizen of bij dieren, asiel, weet ik veel wat. Ga daar gewoon niet stoken. Ik bedoel, kijk, wij steken best wel vaak af op schoolpleinen en zo. Daar woont bijna niemand in de buurt. In ieder geval, het is niet recht voor mensen hun huis. Dus ja, dat is best wel een goede plek. Maar het beste zal natuurlijk zijn gewoon in de natuur, bij weilanden of zo, waar ook niet heel veel mensen komen voor hun hond uit te laten. Anders krijg je dat probleem natuurlijk weer. Maar goed, ga niet op openbare plekken afsteken waar bijvoorbeeld mensen, bejaarden wonen of zo. Want dat is gewoon niet zo slim. Tip nummer 7. Dat is ook een interessante. Want kijk, sowieso raden wij af om illegaal vuurwerk op zak te hebben rond Oud en Nieuw. Want als je gepakt wordt, ben je gewoon goed de lul. Mocht je dat wel doen, mix het gewoon even met wat legaal vuurwerk. Want waarom? Op het moment dat je bijvoorbeeld hier illegaal al op is en je hebt nog legaal, dan is je straf natuurlijk veel minder als de politie komt en dan zijn de problemen ook minder. Dus neem sowieso altijd legaal mee als je illegaal meeneemt, want dan kan je dat in ieder geval nog laten zien. Tip nummer 8. Dat is ook een interessante tip. Kijk, je moet altijd eigenlijk rotjes meenemen. Ik bedoel, heel veel mensen zoals wij en jullie denk ik ook wel, maken heksenkringen met Oud en Nieuw. En dat is echt verrot als je dan bijvoorbeeld geen rotjes hebt om daar die heksenkring van te maken. En heel veel mensen doen het ook met grondbloemen volgens mij en zo. Wij doen het altijd met rotjes. Die breek je dan door midden en dan kan je heel makkelijk een heksenkring aansteken. Maar sowieso als je rotjes niet bij je hebt, dat is gewoon jammer. Ik bedoel, heel veel mensen die denken, waarom kopen jullie rotjes met Oud en Nieuw? Nou, daarom dus. Ik bedoel, het is altijd handig om rotjes bij je te hebben, zodat je daarmee iets kan aansteken natuurlijk. Tip nummer 9, dat is ook een interessante tip. Geniet ervan, mensen. Ik bedoel, Oud en Nieuw, het is nu vanaf morgen mag je het vuurwerk halen. En dan is het gewoon 3 dagen dat je vuurwerk in huis mag hebben. En natuurlijk 1 van die 3 dagen mag je het ook afsteken. Maar geniet van deze dagen. Want voor je het weet is het weer voorbij. Dan zie je het vuurwerk weer op straat liggen. En dan is het gewoon weer voorbij. Beginnen de normale dagen weer en maanden. Geniet ervan. Echt waar. De tijd gaat echt zo snel voorbij. Dat is niet normaal, mensen. En de laatste tip, nummer 10. Dat is volg PTD. Volg ons YouTube kanaal deze komende dagen. Want wij gaan morgen natuurlijk naar Duitsland. Die video komt sowieso ook morgen online. Dat is een zieke trip natuurlijk, iedereen weet dat wel. Vanavond gaan we waarschijnlijk live en dat zal zijn om 7 uur. Dus iedereen check ons YouTube kanaal en we gaan live. En daar zijn ook giveaways waarschijnlijk in met verschillende vuurwerkleveranciers. Dus dat wordt fucking gruwelijk. Dan kan je bijvoorbeeld gratis vuurwerk winnen. Ja, dat wordt ziek. Morgen gaan we dus naar Duitsland zoals we net al aangaven. Ja, dan komt morgen ook gelijk die video ervan. Ik denk rond 1 uurtje of 3 uur 's middags of zo komt die video daarvan online. En trouwens, daar wil ik ook even op terugkomen. Duitsland is gewoon legaal, mensen. Want ik heb best wel vaak de misverstanden dat er ontstaan van Duitsland illegaal en zo. Nee, Duitsland, het vuurwerk in Duitsland is gewoon legaal. Dat staat ook in de wet. Is gewoon legaal, mag je gewoon meenemen. Maar dan geldt er natuurlijk wel de regel dat je niet meer dan 25 kilo bij je mag hebben. En natuurlijk de 30ste vuurwerkshop in Nederland en dat soort dingen. En natuurlijk komt waarschijnlijk op 1 januari komt gewoon onze jaarlijkse compilatie. En die wordt beter dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we wat moeilijkheden met dingen. Maar dit jaar is alles weer helemaal vlekkeloos en gaan we een zieke compilatie droppen. En ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan deze tips. Laat even weten wat jullie van deze tips vonden. Misschien heb je ook nog zelf een tip voor onze kijkers. Zet dat even in de reactie. Ik denk dat degene met de beste tips wel de meeste likes krijgt. Dus daar kunnen jullie allemaal wat van opsteken. Ik zou zeggen, geniet van deze dagen. En morgen komt de video van ons van Duitsland online. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Ciao!